8 minuten. Nou, dan moet ik opschieten. Hallo allemaal en leuk dat je kijkt naar weer een gloednieuwe vlog van mij hier op Pitchel Tracks. De enige echte natuurlijk. Nou, ik vroeg al, was in de comments al van de chat van joh Marco, waarom ben je thuis? Nou, ik doe daar even voorlopig geen mededelingen over. Ik ben niet voor de lol thuis. Er zijn wat problemen en dat heb ook weer, dat heb ook weer impact op mijn. Op mijn gezondheid en mijn geestelijke gezondheid. Dus ik zit voorlopig momenteel even thuis. Maar goed, dat was even mededeling eventjes. Wat ik voor de rest, want ik wil er niet te veel over hebben. Maar ik wil het over de leuke dingen hebben. Jullie hebben het gezien in de livestreams. GTA 5 is weer helemaal terug op mijn kanaal. Ik ben weer aan het livestreamen op de PlayStation met Nick. Esther is erbij gekomen. Daar heb ik net een livestream mee gehad. Queenlust. En dat waren ze allemaal zo'n beetje. Queenlust, Esther, Nick en ik. We zijn weer aan het livestreamen gegaan. GTA 5 zijn we momenteel weer aan het livestreamen. Dus dat is hartstikke leuk is dat. Dat kan je dus ook heel veel verwachten op mijn kanaal. Heel veel GTA 5. Livestreams. Dus alleen maar leuk. Planet Coaster gaat er binnenkort ook aan komen. Planet Coaster 2. Het is nog aanstaande woensdag. Dus het is nog een klein weekje. En dan komt Planet Coaster 2. Die komt eraan. Nou, Planet Coaster 2. Ja, fantastisch spel. Dus dat gaan we zeker weten ook livestreamen. Ik heb ook nog een video opgemaakt over GTA 5 online en over 5M. Die video die gaan jullie binnenkort ook zien. Die heb ik al opgenomen al. Maar ik wou eventjes deze video nog even opnemen. Omdat ik dus comments kreeg van, joh, waarom ben je thuis? Nou, dat is dus niet voor de lol in ieder geval. In ieder geval ben ik voorlopig thuis. En zijn er heel veel GTA-livestreams. Gewoon gezellig weer, lekker ouderwets. Gewoon lekker gamen, lekker ouwe hoeren. Lekker spelen. Jullie hebben, als jullie het gemist hebben, in ieder geval, je kan het terugkijken. Vandaag hadden we een livestream van 3,5 uur. We hebben 3,5 uur heb ik GTA gelivestreamd met Esther. Nick was erbij en Queenlust. Dus kijk het eventjes na. Dan moet ik ook gelijk eventjes zeggen. Er is iets mee met mijn YouTube kanaal. De livestreams die komen niet op mijn hoofdpagina te staan, dus je kan niet, normaal keek je altijd tussen mijn video's, kon je tussen mijn video's kijken en dan zag je dat er een livestream was. Nou, dat is niet meer zo. Tegenwoordig worden die livestreams die worden weggedrukt in onder het kopje live en daar moet je dus kijken voor mijn livestreams. Ze komen dus niet meer. Als je mijn kanaal, mijn YouTube kanaal gelijk opent, dat ze gelijk tevoorschijn komen. Dat is heel erg irritant is dat. Maar het is helaas zo. En dat kan je niet veranderen. Dat heb YouTube gewoon gedaan. Je kan dus niet meer op het kanaal kan je mijn YouTube livestreams vinden. Maar wel onder het kopje live. Daar kan je het wel op vinden. Dus dat is gewoon irritant, is gewoon vervelend. Wat ik wel zoveel mogelijk probeer, dat is om de livestreams in mijn playlist in. Oh, even wachten. Dus dat is het eigenlijk allemaal een klein beetje allemaal. We gaan dus GTA livestreamen. We gaan dus GTA livestreamen en binnenkort dus Planet Coaster 2. Op mijn YouTube kanaal It's All Tracks. Wat moet ik over Planet Coaster zeggen? Ja, ik heb er een heleboel meningen over Planet Coaster. Maar dat ga ik een keer doen in een aparte video. Want ik heb nu nog maar 4 minuutjes. En ik film even mijn mobiel.
ik ging eigenlijk van huis weg en ik dacht van, nou, ik ga gewoon even wandelen. Maar ik had er eigenlijk toch wel zin om even wat op te nemen. Dus dat ging ik doen. Heb ik gedaan bij deze. Dan doe ik het even met mijn mobiel. Dat kan ook zo. Ik weet niet wat er daar gebeurde, maar daar is iets nu uitgegaan. Gewoon een enorme knal. Maar goed, in ieder geval, blijf het kanaal in de gaten houden. Blijf in de gaten houden, zegt Peter Pan altijd. In ieder geval, we gaan weer livestreamen. GTA en binnenkort, volgende week, Planet Coaster 2. Denk de eerste dag al. Ik denk dat als die 6 november uit is, dat ik 6 november gelijk ook een livestream doe. Ik heb een paar kanttekeningen, heb ik. Ik heb al wat dingen gehoord. Of dat het waar is, weet ik niet. Qua gameplay en positieve dingen, minder positieve dingen. We gaan het zien. Ik moet het eerst zelf zien. Ik heb altijd zoiets van, ik kan altijd wel blind uitgaan van andere YouTubers die dat zeggen over het spel en dat over het spel. Ja, je moet het altijd eerst even zelf, moet je het spel in de gaten houden. Even kijken hoe alles werkt. Dus, maar we gaan in ieder geval, gaan we 6 november een leuke livestream doen. Jongens, bedankt allemaal voor het kijken. Ik zou zeggen, jongens, vonden jullie deze vlog leuk? Doe een duimpje de lucht in. Abonneer op mijn kanaal voor meer video's. Druk op belletje, dan worden jullie op het hoogte gehouden als er weer een nieuwe video of livestream is. En als je GTA niet wil missen, kijk even wanneer ik live ben. En kijk anders eventjes bij live of in de playlist. Playlist GTA 5. GTA 5 PlayStation 4 livestreams. Jongens, oi oi.